De politie is weer eens helemaal gek geworden, want ze hebben gisteren een mevrouw bekeurd die in de metro een croissantje zat te eten. Hoe haal je het ook in je hoofd? En dat heeft haar 50 euro gekost. Ik ben benieuwd welke intelligente gedachte erachter deze actie schuil gaat. Eerst maar eens eventjes bellen. Ik moet je erover terug laten bellen, want mijn collega die erover gaat, die is niet op de afdeling. Ik mag dat zij u zo terug gaan bellen, want we zijn er druk mee bezig. Ik had daar net ook al over gebeld. Ja, dat kan kloppen, maar wij zijn met het verhaal bezig. Nou, u staat helemaal bovenaan de lijst, dus zodra wij meer informatie hebben, dan wordt u teruggebeld. Nou, de politie lijkt niet echt trots te zijn op dit verhaal, want vooralsnog heb ik geen reactie. Ze gaan me nog wel terugbellen, maar ondertussen lijkt het me goed om actie te gaan voeren in de metro met grof geweld. Oftewel, croissantjes. Hallo, ik wil graag 10 monsterlijke croissantjes. 10 croissantjes wilt u. Kan dat? Dat kan hoor. Kruimelen deze erg? Valt mee, een klein beetje zeg maar. Niet heel erg. Maar wat is een klein beetje? 3 kruimels, 4 kruimels? Ja, 4-5 kruimels dus misschien. 4-5 kruimels? Ja, maar hele kleintjes dan, hè? Wilt u een lekker croissantje? Heerlijk. Nou, neem lekker. Heeft iemand 50 euro boete gekregen voor het eten van een croissantje? Zielig. Wat? Zielig? Ja. Voor of voor wie? Voor zielig van hun, dat ze het zo doen. Van de politie? Ja. Maar die hebben helemaal niks te doen. Nee, nee. Ga boeven vangen. Nou, we gaan mee. Ja, ik wil wel even zien of u gepakt wordt. Kijk, ja hoor, kijk, daar gaat. Kijk eens. Dat is toch niet meer normaal? Dat is toch niet normaal? Zie je dat, wat die mevrouw doet? Zeg je? Zo wat? Ook niet filmen. Gratis croissantjes. 5 kruimels per croissantje. Weinig risico op een boete. Dag mevrouw, u ziet er hongerig uit. Nee, dankjewel. Ik hoef geen croissantje. Geen croissantje? Merci. Nee, dankje. Dat is ook wel veilig ook, want dan heeft hij ook geen boete. Ja, belachelijk. Ik heb het gelezen. Ja, 50 euro. Maar ja, het is ook niet niks. Een croissantje eten in de metro. Hè? Heel heftig, ja. Hoe durft ze? Ja. U vindt het belachelijk? Ik vind het bespottelijk, ja. Ja. Maar ja, politie heeft niks te doen. Als mevrouw flauw is en ze moet wat eten, dan gaat ze dus wat eten. Voor hetzelfde geld gaat ze onderuit. Dan hebben ze nog meer kosten. Ik bedoel, toch? Maar ja, moet je eens kijken wat er gebeurt als je dus een croissantje... Kijk, moet je kijken. Kijk, heb je dat gezien? Ja, ja. Dat kan toch niet? Nee, ja, ik heb al gezegd wat ik ervan vind. Ik vind het gewoon belachelijk. Ik krijg door dat jullie geen toestemming hebben om te filmen. Geen toestemming? Nee. Van wie krijgt u dat door? Van wie denkt u zelf? Van de baas. Van de baas, ja. Zeker omdat ik met croissantjes loop. Nee, nee, daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar u moet voor alle veel... Wilt u even mee stoppen? Als u er niet mee stopt, moet ik je uitzetten. Eén van de twee. Sorry. Wilt u een croissantje van mij? Nee, dankjewel. Nee? Een beetje te veel. Niet dat ik er bezwaar tegen heb, maar... Je hebt er geen bezwaar tegen, maar of we even willen stoppen. Nee, nee, nee. De politie heeft nog steeds niks laten horen. Dus ik ga nog maar weer een keer bellen. Met Tine Koffer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Rutger Kassrikum van GeenStijl.nl. Hi. Hi, ik stond bovenaan de lijst, maar... Ja, klopt, nog steeds. Ik ben nog steeds niet teruggebeld. Nee, klopt. Dat moet ik weer allemaal 100% gelijk geven. Is het zo'n moeilijke kwestie, de croissantjes? Ja. Meent u dat echt? Wij zijn er gewoon druk mee bezig. Maar waarom duurt het dan zo lang? Ja, nou, er spelen hier meer zaken. Ja, maar goed, u vond het ook zo belangrijk om die mevrouw een bekeuring te geven van 50 euro. Dus dan kunt u dit ook nu wel voorrang geven met... Is het goed dat mijn collega u straks terugbelt, wat ik wel heeft toegezegd? Nog altijd krijgen wij geen reactie van de politie, geen toelichting dus. Maar zojuist is wel bekend geworden dat de bekeuring van 50 euro is ingetrokken. En het argument van de politie is, wij moeten ook nog veel leren. Nou, dat zien we natuurlijk elke dag. Dus ik zou zeggen... Dit was de croissantjesaffaire.